Extra Weekend. Brievenbus. Ja, mee, yeah. Nou, ik heb goede verhalen over de brievenbus gehoord. Nou, ik heb hele leuke verhalen over een brievenbus gehoord. Fantastische verhalen gehoord over de brievenbus. Het schijnt dat de brievenbus van Chippa Chipsma uitpelt van de brieven. Ja, de brievenbus van Chippa Chipsma? Ja. Ik wil niet weten waar de brievenbus van Chippa Chipsma zit. Nou, jongens. We krijgen ontzettend veel vakantiekaartjes. Zo, zo. Vanuit Bodegraven. Barcelona hebben ze gezien van de week al. Overal van all over the world gaan. Bodegraven en Barcelona. Dat vind ik wel echt twee hoogtepuntjes. Ja, ik vind het oprecht luid op mensen vanuit... Nou, sowieso wel leuk. Allemaal kaartjes sturen. Nou, ik heb met de eerste kaart. Hier kan ik meteen naar mijn luis lappen. Het is een kaart uit Lapland. Nou ja. Uit Lapland. Uit Lapland. Nou, even kijken. Gerard, Michiel, Chibbe en iemand anders. Omdat we weten hoe snel de postkamer van 3FM werkt... hier een wintersplaatje uit een zomers Abisko Zweden. Oh, Zweden. Zweden breekt me uit ineens. Groeten Steven en Patrick. Wat leuk, Steven en Patrick. Kijk eens, een foto met een horde... Ja, aangeschoten wild. Alleen dat grote schieten moet nog gebeuren dan. Oh ja. Want wel... Aangeschoten wild. Nou, daar gaan we. Ik heb een kaart gekregen uit Bodegraven. Ah. Met een koe op de voorkant. Moet jij twee keer raden wat dan de tekst is bij de koe op de voorkant? Boe? Nee. Nee. Het is een leuke boodschap uit Bodegraven. Met een koe op de voorkant. Goed uit Bodegraven? Loei gezellig hier. Oh, god. Gedicht. Jut en Jul. En ik kan... ik ben Jut. En ik ben een kut. Ik lees het voor, hè. Ja. En ik ben Jul. En ik ben een... Nou, wat rijdt... Bierenbeul? Nee, ja. Nou, dat is inderdaad goed. Groetjes van Pien. Pien was dronken toen ze deze kaart schreef, denk ik. Maar Pien, ontzettend bedankt. Ik heb ook een kaart met daarop. Groeten uit Twente. Woonwagen, kampers, zigeuners zeggen groeten uit Twente. Wel helemaal lezen. Oh, hij is van mij gericht ook. Oh. Hallo Gerard. Hallo Gerard. Met ECK. Ja. Wij zijn twee gypsies. Wij hebben een vraagje aan jou. We zijn goed bevriend met haar vriend Bertus en Frederike Sterkman. Frederike is fan van... Oh ja, dat is diegene die altijd die stapels post altijd stuurt... met al die hele zelfgemaakte, gefabriceerde ellende... met volgejoggerde slipjes en shit. Met die gekleurde briefjes. Ja, hartstikke leuk. Maar die probeer nu in gang te vinden via... Maar goed, had veel geschreven naar je... Dom, hoor, maar ze heeft spijt dat ze alles geschreven heeft. En wil een leuke fan zijn. Het is niet haar schuld, god non ju. Sommige dingen moeten we echt niet het op de radio Het ligt aan haar begeleiding. Dit moeten we echt niet goed, op de radio doen. Nou, dankjewel voor de kaart uit Twente. Ja, we knippen dit er gewoon uit als we het uitzenden. Ja, dat knippen we eruit als we straks klaar zijn. Ik heb nog een kaart. Oh. Uit...